Ja, ik denk dat we als verdediging zijnde enorm tevreden kunnen zijn met het resultaat in alle zaken. U heeft cliënten gesproken, hoe hebben zij gereageerd? Ja, de meeste mensen zijn natuurlijk in eerste instantie opgelucht, maar met name ook heel erg blij. En er ook een aantal bij die nu toch al bezig zijn met een mogelijk vervolg van deze zaak. En zich natuurlijk wat dat betreft weer wat zorgen maken, maar ja, wat gaat er nu dan weer komen? Maar ik denk, ik ga ze straks allemaal bellen, dat we in eerste instantie eventjes het moment nu dat we dat moeten pakken en dat we daar ook eventjes van mogen genieten. Ja, er is veel over uw cliënt gesproken, natuurlijk veel op en afgekomen. Hoe belangrijk is het dat zij niet daadwerkelijk lange gevangenisstraf tegemoet zien? Ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk voor hun. Kijk, de afgelopen 2 jaar is al een hel geweest voor deze mensen. Als ze nu nog een keer de gevangenis in zouden moeten voor dit feit, ja, dan denk ik dat een aantal mensen dat niet hadden kunnen verkroppen. Het feit dat ze nu wel een straf moeten uitvoeren, maar in ieder geval in vrijheid mogen blijven, ja, maakt dat zij zich maatschappelijk gezien nog overal kunnen vertonen. Dat zij gewoon kunnen blijven werken, dat hun gezinnen gewoon bij elkaar kunnen blijven, noem maar op. Toch is het heel dubbel. Het Openbaar Ministerie zegt ook er moet meer aandacht komen voor het slachtoffer, dus de minderjarige prostituee. Wat vindt u van dat standpunt? Want dat is natuurlijk ook heel logisch, want zij is natuurlijk uiteindelijk slachtoffer in deze zaak. Ja, maar ik denk ook niet dat je nu door deze straffen kunt zeggen dat het Hof geen aandacht heeft gehad voor het minderjarige slachtoffer. Kijk, uiteindelijk worden er wel gewoon substantiële werkstraffen opgelegd. En daar wordt wel van onderschat dat dat toch nog een behoorlijke impact heeft ook op de levens van deze mensen. En ik denk dat het Hof op geen enkele wijze het leed van het slachtoffer heeft willen bagatelliseren of dat vergeten is bij deze straffen. Het ligt voor de hand dat het Openbaar Ministerie in cassatie gaat. Daar hebben uw cliënten natuurlijk iets minder mee te maken, maar het blijkt wel dat deze zaak nog blijft doorsudderen, om het zo te zeggen. Ja, ik denk dat het met name dat is. Kijk, in cassatie gaan betekent met name dat je een groot stuk juridische procesvoering nog tegen moed zult gaan. Maar dat is met name de onzekerheid, het nog altijd niet tot een einde komen van deze zaak, wat zwaar zal zijn voor deze mensen.